allemaal en welkom terug bij wederom weer een nieuwe review van Car Lounge. En ditmaal zit ik in een SUV, namelijk de Opel Crossland X. En ik ben heel erg benieuwd of deze auto inderdaad geschikt is voor alle ritten, zoals die belooft. En daar gaan we achter komen aan de hand van deze review. En ben jij nou ook benieuwd? Blijf dan vooral even kijken, want wie weet is dit wel de perfecte match voor jou. Deze SUV is in dit jaar, 2017, gelanceerd als opvolger van de Opel Mariva. Nog groter en nog stoerder. En dat is gelukt. Dankzij de hoge zitpositie en veel binnenruimte heb je goed zicht op alle kanten van de weg, wat je een toch machtig gevoel geeft. De Crossland X stuurt licht en gemakkelijk, wat de rijbeleving aangenaam maakt. Een heerlijke SUV tot zover. De vrouwvriendelijkheid en het exterieur. Het uiterlijk van deze Opel is zeer geslaagd. De grote, ruige vormgeving maakt dat de auto er knap uitziet. De Crossland X is bij Car Lounge Lease verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren. Van donkerrood tot geel-oranje en van deze elegant zwarte kleur tot blauw, dus oftewel voor ieder wat wils. Dan het interieur. Het interieur van de Crossland X is strak en basic, dus geen gekke of opvallende kleuren. Er is goed nagedacht over het gemak van de stoelen van deze Opel. Zo zitten de bestuurders en passagiersstoel erg comfortabel en hebben ze maar liefst 16 verstelmogelijkheden. Dus of je nu klein of juist lang bent, je zal heerlijk zitten in de Crossland X. Het cijfer voor de vrouwvriendelijkheid rondom het exterieur en het interieur krijgt een cijfer van een 6,5. De ruimte van dit model van Opel is een van de sterkste punten. De auto is slim ingedeeld, waardoor hij niet oogt als de grootste van zijn klasse, maar van binnen erg ruim is. De inhoud van de laadruimte is 410 liter, maar door het erg makkelijk inklappen van de achterbanken kun je hier 1244 liter van maken. Dus voor iedere rit geschikt, of je nou mee moet naar de uitwedstrijd met het voetbalteam van je zoontje, of je moet het nieuwe laminaat ophalen bij de plaatselijke bouwmarkt, met de Opel Crossland X zit je sowieso goed. De ruimte krijgt een cijfer van een 8,5. Dan de prijs. Dit model is een van de goedkoopste in zijn klasse betreft de aanschaf. Een goed betaalde SUV dus. De Crossland X rijdt 1 op 19, maar kwam uit de test iets lager dan verwacht, namelijk 1 op 17. Het cijfer van de prijs van de Opel Crossland komt uit op een 7,5. De veiligheid. Als we het hebben over veilige auto's, dan is de Crossland X er zeker één van. Het Jura NCAP heeft de auto beoordeeld met 5 van de 5 sterren. Ook staat Opel bekend om haar OnStar systeem. OnStar is een 24/7 noodoproep, helpt je bij gestolen voertuigen, biedt pechhulp en geeft automatic crash response. Zo weet je dat waar of wanneer je ook rijdt, er altijd iemand snel bereikbaar is mocht de nood een keer toeslaan. Naast Opel OnStar is deze Opel standaard uitgerust met Lane Assist en Hill Start Assist. De veiligheid van de Opel Crossland komt dan ook neer op een 9. De technologie. Deze 5-zitsauto is voorzien van allerlei technische snufjes die vandaag de dag heerlijk zijn om te hebben in de auto. Neem bijvoorbeeld elektrisch bedienbare voor- en achterramen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een DAB Plus radio, cruise control, airconditioning, een lichtsensor en USB-aansluiting. De technologie krijgt dan ook een cijfer van een 7,5. De conclusie. Opel beloofde met deze Crossland X een SUV aan te bieden die voor alle ritten geschikt is. En daar zijn met vlag en wimpel in geslaagd. Er is veel aandacht besteed aan het gebruikersgemak en de ruimte. En een ander groot voordeel aan dit model is dat hij standaard is uitgerust met veel mogelijkheden zoals OnStar, Cruise Control en DAB Plus radio, zonder dat je daar extra geld voor moet betalen. Het eindcijfer van de Opel Crossland X is dan ook uitgekomen op een 7,8.